Noord-Groningen krijgt het deze week even zwaar te verduren. Het complete treinverkeer ligt eruit. Dorpen die aan de route liggen krijgen te maken met lawaaioverlast. En reizigers moeten rekening houden met vertraging. De reistijd zal toch een half uur tot een uur langer kunnen duren. Je bent met de bus toch afhankelijk van de weg. Vooral in de drukke tijden ben je afhankelijker van wat er gebeurt om je heen dan bij een trein. Hè? Die heeft een eigen spoor. Het gaat om de spoorlijnen Groningen-Delfzijl en Groningen-Rode School. Beide routes zijn de tweede helft van deze week gestremd. Het spoor is verouderd en daarom aan een grondige opknapbeurt toe. Ja, er komt een robotrein van 800 meter. Die moet natuurlijk al ver van tevoren worden ingepland, want die wordt door heel Nederland gebruikt. Ook hier nu. En die kan spoorstaven vernieuwen. Die kan bielzen vernieuwen en ballast. Nou ja, wat ertussenin ligt, het grind. En die komt hier langs en die gaat dan 7 kilometer spoor vernieuwen. Deze keer en in juli het andere deel wat moet worden vernieuwd. Op deze archiefbeelden is te zien hoe het spoor bij Loppersum in 2012 werd vernieuwd met een soortgelijke robottrein. Het werk gaat 24 uur per dag door en eindigt voorlopig op 4 mei. Onbewaakte spoorwegovergangen, zoals hier bij Winsum, waar begin deze maand een dodelijk ongeluk plaatsvond, worden niet veiliger gemaakt. Wat hier gebeurt is natuurlijk heel erg. Dus wij houden vinger aan de pols en hopen natuurlijk dat dat ook opgelost wordt. Maar dat staat nu los van deze werkzaamheden die natuurlijk al 2 jaar van tevoren, ruim 2 jaar zijn gepland. De werkzaamheden beginnen woensdagavond. De vervangende busregeling is te vinden op de website van Arriva.